Ja, en daar zijn we weer. Ahoy, Radio TEE VEE met Zomertv 2011 op het YouTube-kanaal. We zitten in de woning ergens in Amsterdam. Ik heb net van de heren gehoord die hier werkzaamheden verrichten dat het nog een paar minuten duurt voordat een paal de grond in gaat. Blijk of schijnbaar 19 meter diep. De jongen die moet eerst lassen. En u ziet hem hier eventjes aan het werk. En dit is echt semi-live televisie. Dit is weer typisch wat Ahoy doet. Hij is aan het werk. Over een paar minuten gaat die paal de grond in. We hopen dat te kunnen laten zien. 19 meter diep, zomaar in Amsterdam. Ja, de grond verzakt, dat weet iedereen. Amsterdam is gebouwd op palen. Nou, waarschijnlijk vandaar ook wat er hier allemaal gaat gebeuren. We hopen straks met iemand te gaan spreken. Een van de twee jongens die hier aan het werkzaam zijn. Namens de firma Ten Apel in Urk. Met dank voor de dame op het kantoor dat we dit mogen opnemen voor Ahoy Radio TEV. Ik laat even wat beelden zien, want er gebeurt hier van alles. Twee mannen zijn aan het werk, een renovatie van de woning, ergens in Amsterdam. En dan ziet u maar eens hoe dat werkt. Dit is de woonkamer, weet ik veel hoe je dat noemt. Maar goed, in ieder geval, er komt een nieuwe vloer in. En misschien kunnen we dat ook laten zien in een van de komende afleveringen. In ieder geval. Kijk, er gaat weer zo'n grote metalen buis en die komt hier naartoe. Nee, gaat niet verder. Maar in ieder geval, deze jongeman is aan het lassen. En als hij klaar is, gaat deze buis in Amsterdam 19 meter de grond in. Waarschijnlijk om verzakking of zo te voorkomen. In ieder geval, met dank aan de firma Ten Apel in Urk. En die andere jongen die is ook aan het werk. Trouwens, we gaan ze straks even spreken. Dit is Ahoy Radio TEV met Zomertv 2011. Op het kanaal van YouTube. Blijf kijken, zo direct de volgende aflevering.